UWV om een Dropbox-vervanger te bouwen. En mijn gedachte was dat we die zelf hosten. En de gedachte dat je hem in je eigen omgeving host, maakt je dus al een stukje veiliger. Dan dat je zou zijn als het niet in je eigen omgeving zou staan en door een ander wordt gehost. Natuurlijk kun je het ook bij een ander neerzetten. Tweede gedachte is dat alles versleuteld moet zijn. Dat als wij wat delen, dat heel erg simpel gaat. Net zo simpel als Dropbox, maar dan heel erg veel veiliger. Nou, dat project zijn we Localbox gaan noemen. En langzamerhand hebben we de eerste versie, dat is een server en een client. En het leuke is, de Belastingdienst heeft bijvoorbeeld de apps geschreven voor Android en iOS. UWV en de Tweede Kamer die zijn heel erg bezig geweest met de server. De Raad van State maakt een Windows-versie. Dus iedereen doet wat en legt iets in het mandje. En allemaal zwaar onder de aanbestedingsgrens, zodat je nooit hoofdpijn krijgt. Maar je werkt dus wel heel intensief samen met één doel om het gewoon echt een stuk veiliger te maken. En iets aan te bieden wat voor iedereen toegankelijk is. Nou, dan komt er een klein probleempje om de hoek. Hoe weet je dat er geen achterdeurtjes in zitten? Ja, misschien ben ik... Die heb jij toch waarschijnlijk? Ja, precies. Misschien ben ik wel een enorme nare vent die inderdaad achterdeurtjes maakt. Dat kun je doordat je de code beschikbaar maakt voor iedereen. Dus we hebben gewoon bedrijven gevraagd van kijk naar onze broncode, zitten daar achterdeurtjes in? En die broncode is ook voor iedereen toegankelijk, dus je kunt het ook zelf controleren. Ja. Dat is natuurlijk niet een teken dat het ook gebeurt. Dat die openbaar is, want je ziet in de open source software ook fouten heel lang doorcijpen, zoals Heartbleed. Daarvoor vraag je dus een audit aan. Ja. En bestel je dus ook audits, juist om te voorkomen dat gebeurt. En open source zegt alleen iets over een licentie, zegt niks over het veiligheidsniveau. Het zegt over wat je wel en niet met een stukje software mag doen. Meer is het niet. En er zit een filosofie achter en er zit heel veel achter. Maar dat is eigenlijk wat het is. Het enige is, wat je natuurlijk bij Heartbleed hebt gezien, is dat wij jarenlang er niets aan hebben gedaan. We hebben het een beetje gelaten. Je zag dus dat derde partijen daar ook nooit moeite voor hebben genomen. Het is natuurlijk ook heel bizar dat nu opeens allerlei bedrijven geld bij elkaar gaan leggen om de ontwikkeling te doen. Wij hebben het omgedraaid. We hebben eerst gezorgd dat er sponsoren zijn en vervolgens geprobeerd om zeg maar dat product te bouwen en dat dan uit te breiden. En nu zijn we in gesprek met algemene zaken, binnenlandse zaken. Binnenkort wordt het in de CTO-raad gepresenteerd. Dan komt het beschikbaar. Ik ben bij zo'n computervakleverancier die het eigenlijk wel heel erg cool vindt en die het wel zou willen gebruiken. Dus die dingen bij elkaar zorgen ervoor dat je dan ook weer een nieuwe vorm van budget hebt. En de grap natuurlijk wat heel vaak bij open source is gebeurd. Ik doe iets en is dat mijn domein en daar mag niemand aan zitten, want het is mijn project. En wij proberen juist dat te doorbreken door juist een zo groot mogelijke groep mensen. En ook, we hebben ook een partij gehad die op een gegeven moment allerlei wensen had. Toen zei ik van, nou, wat leg je in het mandje? Dat was niets. Nou, dan mag je gaan. Dus die partij die hebben dus zomaar weggejaagd. Een andere club die kwam aan, die had allerlei wensen. Ja, er was de Algemene Rekenkamer. Wij willen dat dit en dit en dit in het Nederlands is. Nou, ga maar regelen. Succes ermee. Je kunt het. En door die manier van werken was het opeens ook een enorm team wat ermee bezig was. Van een heleboel groepen die dus samen bezig waren. Wat ik er uniek aan vind is dat elke keer wordt geroepen dat ambtenaren kunnen niet samenwerken. Je kunt prima samenwerken als je ze maar een doel geeft en een richting geeft. En zicht op een echte oplossing en de regie hebben. Natuurlijk zijn er ook een paar pogingen geweest om ons gaandeweg erin te stoppen. Maar ja, alles wat bij het Rijk loopt heeft zo'n beetje niets te zeggen over de Rekenkamer en de Raad van State en de Tweede Kamer. En toen de tweede poging werd gedaan, hebben we gewoon gezegd van ja, dit is een klein probleempje. Er wordt nu een proef gedraaid door 5 Kamerleden, wij vertellen niet welke. En er wordt een proef gedraaid door een paar Europarlementariërs. Dus als jullie gaan ingrijpen, zou het kunnen zijn dat jullie links en rechts misschien nog wat kamervragen over je heen krijgen. Maar verder moet je vooral ingrijpen. Nou, dat betekent dus dat we meteen met rust werden gelaten. En nu is het er en nu vindt iedereen het super cool. Maar je moet dus wel een beetje dat spel snappen en spelen. En
volgens mij hebben wij nu een deel van een antwoord op een probleem wat ons is gegeven. Weet je, wel de voordelen van de cloud, maar niet de ellende die er ook mee komt met documenten die één op één worden getapt. En het stoere is, jullie hebben het betaald, waarvoor hartelijk dank. En jullie krijgen het ook terug. En we zijn binnen budget en het heeft heel weinig kosten. En is dit dan eindelijk een geslaagd ICT-project bij de Belastingdienst? Ja, ik ben enorm onder de indruk geraakt van het kunnen van het Mobile Competence Center. En ik vond dat ze heel erg geslaagd hebben geopereerd. Eigenlijk alles functioneert zoals het moet functioneren. Sterker nog, er worden nu componenten gebruikt in de aangifte-app van volgend jaar. Dus dankzij dit project is het stukje aangifte-app klaargekomen al. Dus in die zin is het binnen... En ook UWV heeft gewoon goed meegedraaid. En ja, nee, ik zie niet in waarom. Maar misschien moeten we daar zo meteen nog maar eventjes over gaan hebben. Misschien moeten we daar zo meteen ook nog maar eventjes over gaan hebben. Of er misschien iets anders in de ICT aan de hand is. Waardoor de Tweede Kamer ook zo doet zoals ze nu doen. Ik heb het gezien hoor. Dus. Ik vind het op zich een heel redelijk gelukt ICT-project van de overheid. Kijk, we zijn nog niet klaar, hè? Het moet nu een Evernote vervangen worden en het moet er zitten nog wat andere geintjes die nog af moeten. Hij moet nog onder Tor gaan werken, want dan kun je hem ook aan activisten geven in landen waar ze al naar het leven worden gestaan. Er moeten nog een paar grapjes worden afgebouwd, maar de voorbereidingen daarvoor zijn er allemaal. En dit gaat wel binnen budget en tijd. En anders pakken we het toch op en dan gaan we er elders naartoe. Ja, ik ben benieuwd als je met zoveel verschillende partijen aan zo'n stuk software werkt. Ja, als je hele strakke afspraken maakt en je moet heel veel ruzie maken. Wat we hebben gedaan is, gaandeweg het traject, over alles discussiëren. En over alles, ben ik ook echt heel onhebbelijk in de zin van bijvoorbeeld... Er zijn een aantal partijen geweest die hebben geprobeerd om de cryptografie wat simpeler te implementeren. Daar heb ik echt ruzie over gemaakt. En dan meen ik ook echt van, nee, dit gaan we niet doen. We gaan hier nu, juist security is de reden dat we dit doen. Dus we gaan hier geen compromissen doen. En dan werkt dat heel erg goed. Alleen dat moet wel in de sfeer gebeuren, en dat is misschien wel belangrijker. Het zijn geen persoonlijke ruzies. Na tijd ga je bezalt op het plein of zo. Maar het is vooral leuk samen om dat te doen. En we hebben gewoon wel hetzelfde doel. Maar je moet dus inderdaad de stropdassen elimineren. En dus alles wat management is, daar moet je even geen last van hebben. Is dan het geheim dat je gewoon heel duidelijk weet wat je wil en dat ook eist? Want ik zie in veel projecten waar meerdere partijen samenwerken, dat er van allerlei fouten optreden en dat het software niet werkt. En dan wordt het maar weer uitgesteld en de testers vinden het wel fout. Kijk, weet je wat heel vaak bij overheden is? Dan willen ze dit en dan komt er een leverancier en die gaat dan alle dingen roepen die ook nog kunnen. En dan gaan ze het project uitbreiden. En dan wordt het een megalomaan project en dan krijgen ze uiteindelijk niets. Dat is een beetje, ja, we hebben nu weer zo'n parlementair onderzoek gehad, ICT. Mm-hmm. En laat ik me dan gelijk nu maar neerleggen. Ik vond dat dus helemaal nergens over gaan. We hebben nu 5 keer op rij uitgezocht door de Algemene Rekenkamer in enorm goed onderbouwde rapportages waarom ICT-projecten bij de overheid mislukken. En wat gaan we nu nog een keer doen? Nou, dat doen we nog een 6e keer. Ik ga nog een keer hetzelfde onderzoeken. Terwijl voor mij zou de vraag zijn, wat moeten die politici nu gaan doen zodat die rapporten nou eens worden opgevolgd? Weet je, we weten het allemaal al lang. En dat gebeurt, en hier is het echt, dit is nu waar we mee bezig zijn, dit is de featurelijst en er wordt ook verder niet aan gerommeld. En we hebben gewoon hele harde deadlines gezet. Bijvoorbeeld de UWV heeft een Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy, die hebben een conferentie, dan presenteren we de software. Punt. En daar valt ook niet over te onderhandelen, want dan hebben we het laatste half uur. Je gaat nu niet dit half uur verpesten. En dat geeft ook een enorme... Het is niet vrijblijvend. En weet je, met elkaar spelen kan wel leuk zijn, maar het moet niet vrijblijvend zijn. En dat betekent dus ook dat er enorm veel over en weer werd gebeld van waar sta jij dan, waar ben jij dan mee bezig, enzovoort. En je hebt mensen nodig die snappen dat dit dus iets is waar we op zitten te wachten, dit stukje. En als je dat niet vindt, ja, dan moet je vooral niet meedoen. Dat je niets moet. Maar het grappige is, dan gaan we weg. Dit hebben allemaal partijen moeten afhouden.
die er allemaal lucht van kregen en die eigenlijk zo hadden van ja, maar ik vind het heel mooi, ja, na 22 mei. En weet je, dat proces daar naartoe vind ik eigenlijk misschien nog wel spannender dan de oplossing zelf. Omdat je nu opeens ook mensen een perspectief geeft en ook die mensen hun eigen perspectief creëren. Waarmee je dus software kunt bouwen op een veilige manier en daar ook meerwaarde aan kunt geven. En dus ook allerlei partijen bij dat Centrum voor Informatie, Beveiliging en Privacy lopen een aantal bedrijven rond. Die mogen allemaal gratis meedoen voor de UWV. Op één voorwaarde dat we iets in het mandje leggen. Zelfs de spelregels eigenlijk. Nou, dus dan kom je van hier een stukje software, doe maar audit. En dat doe je gewoon bij 3 partijen. En dan weten ze ook van elkaar, want we gaan ook die rapporten gewoon publiceren, zodat iedereen braaf kan zien van wat je gebouwd hebt en waar je mee bezig bent. Maar de kern van het verhaal is natuurlijk dat wij zelf de regie hebben genomen en het niet meer aan het bestuur overlaten. En die heb ik langzamerhand als incompetent afgeschreven. Daar ben ik wel klaar mee. Maar je wil wel iets veranderen in het land en het moet wel beter. En dit is een van die voorbeeldjes waarmee je dat dus kan doen. Dus tenminste, ik ben langzamerhand tot de overtuiging gekomen dat de Tweede Kamer zo dysfunctioneel is dat je er niets meer aan hebt. Dat het gewoon echt een dood instrument is. Ja. Dat kun je niet aan. En als mensen daar nog uitleg bij willen hebben, het parlement dat niet in de stress schiet op het moment dat de staatssecretaris om een niet gedocumenteerde, sorry, in een tap wordt getapt. En die tap raakt zoek door niet gedocumenteerde stroomstoring en de pleuris breekt niet uit, dan ben je niet zo gek veel meer waard. Dan weet je, functioneer je gewoon niet. En als je de grootste spionageaffaire uit de geschiedenis van de mensheid komt langs, en dan ga jij een parlementaire enquête houden over de aankoop van een treintje. Dan ja, ben je een beetje van het padje af, denk ik. Dan gaat het niet meer over waar het over moet gaan. Eigenlijk zit dus hier het controlerende stuk van de functie van de Tweede Kamer eigenlijk non-existent is. Niet meer werkt. Nee. En dat vind ik ook dat je dat kunt zien in een onderzoek naar ICT van de Tweede Kamer nu, waar de voorzitter nog niet eens weet wat een IP-adres is. Weet je dan? Moet ik dat daadwerkelijk serieus nemen of zijn we dus inmiddels dus het land geworden waar dat stuk... Het is niet erg, het is niet erg dat het stuk is, want ze hebben het zelf ook door, want alles wordt of overgeheveld naar Europa, of naar de provincies, of naar de gemeente. En wat ze overhouden, dat wordt privaat-publieke samenwerking, zodat niemand verantwoordelijk is. Dat is een beetje het concept zoals nu in elkaar gestoken. Nou, daar word ik eigenlijk best vrolijk van, ze hebben het dus kennelijk zelf door. De clue is alleen dat wij als mens daar dus wel iets mee moeten doen. Wij moeten het zelf dus gaan oppakken. En wij moeten zelf ervoor gaan zorgen dat dingen dus beter worden. En dus niet altijd naar de overheid kijken. Het enige is, er is wel een klein probleempje vast te stellen. Als je geen toezichthouder hebt, heb je ook niemand meer die kan ingrijpen als het echt verkeerd gaat. En dat is nu natuurlijk het CBP bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk zo dood als maar zijn kan. 86 mensen. Gemiddeld een onderzoek van 2,5 man jaar draaien. Hoe heet het, 1 miljoen bedrijven in Nederland. Dat bij elkaar is natuurlijk gewoon een plaatje dat past niet meer. Dat niet meer functioneert, dat moet het wel mogen helder zijn. En om echt heel zeker te weten dat ze echt niet functioneel gaan worden, mogen ze ook nog geen boetes opleggen. Dus ja, weet je, het CBP, ik heb er niet meer zoveel aan. En dat is geen disqualificatie van Koopstam, want ik heb heel veel respect voor de man, maar wel voor het omveld eromheen. Dus ja, het Tweede Kamer voor een stuk, wat dat betreft. En dat is wel een dingetje waar ik dan toch lekker zelf op maak. Ik ben er heel stil van. Ben jij? Ja. Shit, ik moet ook. Wat gebeurt er dan normaal in de zaal als je stil? Nou ja, dan worden mensen wat ongemakkelijk. En als je tegen politici zegt. 2 weken terug heb ik het tegen een paar politici gezegd over die niet gedocumenteerde stroomstoring. En toen werd gezegd, ja, maar dat is een lopende strafzaak, dus dan kunnen wij niks. Ik zeg, wow, wacht even, je kunt niet meer onderzoeken of er niet gedocumenteerde stroomstoringen zijn die dus taps laten zoeken raken. We kunnen geen statistieken, we kunnen geen hoorzittingen houden. Dus jullie kunnen helemaal niets meer. Is dat nu wat u mij vertelt? Beneden.
Maar als het CBB niet functioneert, dan zeg je het, we moeten er iets aan gaan doen. Nee, oké, sorry. Mag ik voordat ik stel hem zo hoor, maar daar wil ik nog wel even één ding aan toevoegen. Dat vind ik wel een probleem. Dat vind ik een heel groot probleem. Oké. Ja, weet je maar vragen, wat kunnen wij daar aan doen? Nee, weet je. Nee, dit is het niveau, er is een vechtpartij en je kunt de politie niet bellen. Want er is geen orde aan het handhaven meer. Nee, dat is een heel groot probleem. Ja, dan moet je zelf ingrijpen, dat is een vechtpartij. Politie ook. Ja, maar dat is dus het probleem. Dat is kijk, dat... Ja, dat is veel moeilijker YouTube zetten. Ja. Nee, maar dat heb ik natuurlijk een paar jaar lang gedaan. Hè. Ik heb enorm veel geschreven over datalekken en heel veel voorbeelden laten zien. Het enige wat dat oplevert is uiteindelijk dat je zelf justitie achter je heen krijgt en dat je een foto op politiebureaus komt hangen. Dus dat is echt een probleem. Dat je dus niet meer, het gezag functioneert dus daarin niet en de journalistiek kan daar maar heel moeilijk in functioneren. En er is ook een gebrek aan kennis. Maar je hebt die Lektober projecten gedaan? Ja. En is dat de reden waarom jij dit project hebt gekregen? Of nee, kijk, ik wil niet elke keer hetzelfde doen. Nee, maar ik vroeg me af van hoe komt het iemand die aantoont overal dat de overheid lek is en niet functioneert, mag meewerken aan een project van de overheid om hun data veilig te stellen. Ik zou me ook kunnen voorstellen, heel veel ambtenaren zeggen, ja, die de winter nemen mooi niet, want die gaat toch alles lekker. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dus daarom vraag ik me af, hoe komt het dat jij op die positie komt? Nee, omdat heel veel ambtenaren echt heel veel slimmer zijn dan dat. Die snappen echt wel dat je bezig bent met iets wat ik denk dat ik ook wel heb aangetoond door de loop der tijd dat ik wel op het dossier zit en niet zeg maar even het voor het snelle scoopje gaan. Weet je, het komt soms wel, ICT is soms ook sensationeel. En is het ook niet misschien toch ook wel een kleine politiek zit onder de noemer, if you can't be to join them, dat ze jou daar. Nee, maar daarvoor is het juist onder de radar. Daarom wil je juist niet die bestuurders erbij. Die bestuurders wil je er nu bij hebben. Weet je, nu kunnen ze heel hard applaudisseren. Kijk eens wat we dit goed hebben laten doen. Ja, precies. En dat moet je ze ook allemaal geven, vind ik. Je moet ze ook alleen maar kudos geven dat ze daar dus nu wel in meegaan. Want ze maken nu niet de foute keuze. Dat vind ik wel heel knap. Dus daar moet je heel blij van worden. Maar ze hebben toch akkoord moeten geven voordat de laatste ronde moet doen? Nee joh. Onder de 30.000 euro, sommige organisaties, de Belastingdienst wel, en daar is het wel heel hoog gegaan. Daar is het via Willy Hoofd de CIO gegaan, maar die waren wel in de loop. Maar sommige andere organisaties, daar was het heel eng. En dan moet je het dan onder de radar doen. Dus dan moet je van nou, we moeten het met kleinere budgetjes, en wat kunnen we dan maken? En je moet heel goed documenteren, hè, zodat die ambtenaar nooit in de problemen komt. Dus, want dit is er van het geld gebeurd, zo is het, heeft het vorm gekregen. En laten we reëel zijn, als een project 180 miljoen euro gaat zoekmaken en we hebben krap een ton uitgegeven. En je hebt een draaiende server en een client. En met heel veel leuke foefjes. Hè. Je kunt ook wisselen tussen servers. Dus als je bij meerdere clubs werkt, dan kun je dus ook de data wisselen. Maar de grap is, weet je, je kijkt altijd. Je kijkt altijd naar de vaste structuur. Wat je moet neerleggen is een nieuwe structuur die wel heel kansrijk is. En een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, en er zijn meer bedrijven die dit doen, hè, is je mag niet nee zeggen. Dus wat er ook wordt geroepen, je mag niet zomaar nee zeggen. Wat je mag zeggen is dat je overwegende bezwaren hebt. Die moet je dan ook onderbouwen. Dus ik vind iets niet leuk. Ik wil eigenlijk dit hebben, is verboden taal. Die trap je er ook meteen uit, dat gaan we niet doen. Want dan krijg je namelijk altijd die politieke discussies van en zo. We willen dit met elkaar bereiken, wij denken dat dit de weg er naartoe is. En als iemand dan roept, nou dat vind ik een dom idee, want X, Y, Z. Dan is dat een perfecte reactie. Maar als die zegt, maar ja, ik had toch liever een gele achtergrond gehad, damn, die. Weet je, daar doen we dus, en op die manier, je moet het wel strak houden, maar je organiseert het dus anders. En dit is veel meer op de manier zoals wij eigenlijk hier gewend zijn te werken, dan dat het in een andere omgeving is. En je geeft ze dus wel de structuur, en je laat het er ook iemand op een manier doen. De Belastingdienst heeft er helemaal suf gespeund. Als zij dat zo willen doen, prima.
boeien als ik 22 mei maar een werkende versie heb. En die had je. En die waar, die was er, die is er, ja. Is dat dan het volgende plan? Ja. Dat is de volgende fase van wat we nu andere clubs erbij krijgen, dezelfde klanten gaan uithalen. En allerlei functionaliteit toevoegen en mensen heel erg kietelen waar de tool net niet goed genoeg is. Dan gaan die namelijk zeggen, ja maar ik wil dit en dit hebben. Nou, hé, ga je gang. Is het mogelijk om mijn eigen e-mail te zetten? Dat lijkt me voor heel veel mensen wel echt fijn. Dit, ja, maar dat, ik snap dat ik jullie tegen heb, sorry, het spijt me. Kan ik mijn eigen e-mail hierop posten? Dat is een hele goede vraag. E-mail is in essentie zijn bestanden. Ja. Dus het antwoord is ja. In essentie kan dat. Het is niet voorzien op dit moment. Tot zover heel eventjes dit, want ik had nog een tweede dingetje, als ik ook een beetje kan, een paar tijd. Ja. Een ander ding, en dit is nog een idee wat ik een beetje aan het uitwerken ben, ik ben er nog niet helemaal uit, is elke keer worden er dingen gedaan en dan is privacy is een beetje het kind van de rekening. Ik heb pas een nieuw huis gehuurd en het eerste wat zo'n makelaar zegt is, weet je wat, doe maar je winst- en verliesrekening van de laatste 3 jaar, kopietje van je paspoort, burgerservice-nummer. En dan mag je me per e-mail opsturen, want afspreken dat doen ze niet. Hè? Want ze krijgen een paar duizend euro, dus kun je niet 2 keer met de klant afspreken. En ondertussen heeft die persoon heeft dus een hele bak met data voor je. En jij staat, je staat met de rug tegen de muur, want ze doen het allemaal. En uiteindelijk wil je toch ergens op je eigen stikje slapen. Dat is het eind van het liedje. Dus als je die huur wil rondkrijgen, is dat toch uiteindelijk hoe het zal moeten lopen. Je merkt bij elk project wat wordt gedaan, jij bent bezig met big data, elke keer is privacy het kind van de rekening, elke keer is het dat het achteraan komt of van ja, daar kijken we later wel even naar. Ik heb een beetje zitten denken van hoe kun je dat nou een beetje bijdraaien, want je kunt gaan discussiëren en ja, dan krijg je door van ja, privacy is een belemmerende factor, wat het dan kan zijn. Dan zeg ik van ja, weet je, als je wil vliegen, zwaartekracht is ook een belemmerende factor. En toch doen we het. Dus, en dat is oplosbaar leed. En dan had ik bedacht dat als je mensen zich nou over zoiets druk maakt, als je, dat we elke keer weer op het verkeerde focussen. We gaan elke keer naar de Tweede Kamer toe en hopen dat daar wat gebeurt. Nou, ik had al uitgelegd, dat is toch dood. Dus volgens mij is het veel effectiever als we dit serieus nemen. Dat we in onze eigen gemeente gaan inspreken in de gemeenteraad. Iedere burger heeft het recht om in een willekeurige gemeenteraad in te spreken. Dat is best leuk om te doen ook. En dan mag je 2 minuten het woord voeren. Ik ben eigenlijk van plan om met een groep mensen gewoon een reeks inspraken en dan elke week hetzelfde. Een beetje zoals die mop van die priester die begint over de 10 geboden, begint dan met het. Eerste gebod, hè, hebt u naast de liefde als uzelf en dan houdt u die preek en een week later houdt u weer. En de derde keer staat er iemand van, dominee, dit heeft u al 2 keer gedaan. Ja, dat klopt, maar jullie veranderen niet van gedrag, dus blijf maar herhalen. Is dat niet een beetje van die filosoof, die aan het eind van iedere presentatie iedere discussie zei, die daarnaast ben je van mening dat het daar gelijk. Ja, dat is het ook. Maar het is, dat is het, maar het is natuurlijk wel door zelf in te gaan spreken en ook mensen om je heen te gaan verzamelen. Ja. Daardoor aandacht te vragen voor de problematiek. Weet je, het is een niet agressieve manier, het is een vorm van demonstreren natuurlijk, maar op een niet agressieve manier. En als je het heel slim doet, kom je gewoon met 6 mensen achter elkaar en dan maak je gewoon 1 lange brief waarbij je gewoon de volgende gewoon verder gaat bij waar we voor zijn leven. Ja, ik vroeg het af. Privacy, hè? Dat voorbeeld wat je gaf over die spullen die je allemaal per e-mail opstuurt. Ja. Als je nagaat hoe vaak dat gebeurt en hoe vaak het niet fout gaat, wat is dan het probleem? Hoe vaak het niet fout gaat? Nou, 1, we weten niet altijd of het fout gaat, want als we iets weten van datalekken is dat de bedrijven heel erg veel geld investeren in het geheim houden daarvan. Ja. Het tweede is, als je met mijn identiteitsgegevens kun jij een enorme boel doen wat je wil doen. Ja, dat ik ben nu
woensdag krijgt een man uitspraak in een strafzaak. Waarbij ik heb eerder dit jaar een scoop gehad. Heel erg goed spijt. In januari had ik een scoop met een dat ik het voor elkaar kan krijgen om in de administratie van een telecom provider jou op te bellen. En dan staat er het nummer van Jan Willem. En dat zie jij dan ook in je scherm verschijnen. Dat kan het ook in de administratie, maar dan blijk ik te hebben gebeld. Nee, dat komt de radio gebeld volgens mij. Ja, nou, daar zit nu een man vast waar dat in ieder geval één keer waarschijnlijk is gebeurd. Met jouw identiteit kan ik heel veel doen. Ik kan een ziektekostenverzekering afsluiten. En ik kan, steek nog als je weet dat je kunt huren, kan ik met een kopietje van jouw paspoort hele leuke dingen doen. Een hele mooie pand gaan huren. Tegen de tijd dat jij het gaat doorkrijgen, zit jij met allerlei schulden en ellende. Ja, dat klopt. Maar mijn vraag is, hoe vaak gebeurt dit nou? Wat is het risico? Nou, het risico is dat het is in de laatste 7 jaar 2 miljoen keer gebeurd. Als je zegt van nou, het is niet veel voorkomend risico. Nee, dat zeg ik niet in vraag. Nee, maar het gebeurt veel. Maar en het is mee? Is dat inclusief skimmen of is dat... Skimmen zit erbij in, ja. Ja. Nee, dat is dat onderzoek van de Radboud geweest. Radboud geloof ik trouwens, maar in ieder geval, dat bleek het dus bij 2 miljoen mensen te zijn gebeurd. En 200.000 schijnen nu jaarlijks slachtoffer te zijn. En dat is klein en groot, hè? Want het kan ook gewoon zijn 1 of 2creditcardtransacties. Maar ik vind het toch heel veel. En los daarvan is. Ja, het is goed dat je die vraag hebt. De vraag stelt. Het recht op mijn eigen levenssfeer is een onverenigbaar recht. En ik hoor me dus niet te verdedigen. Jij hoort je te verdedigen waarom jij mijn gegevens wilt te hebben. Dus om uitwisselen. Dat je te maken als zeggen: oké, is goed, dan heb ik jou een gegevens. Ja, maar met dat tuig valt niet onderhandelen. De enige onderhandeling die ik heb gewonnen is, ik heb aangeboden een paar maanden voor te gaan liggen met de huur, zodat ik mijn administratie niet hoefde op te sturen. En daar zijn ze mee akkoord gegaan, omdat de verhuurder uiteindelijk had van nou, laat maar, dat vinden wij wel goed zo. Maar die makelaar was absoluut het daar niet mee eens. Dus die vond het allemaal heel erg vervelend en heel problematisch. Dus, maar ik wil alleen maar mee aangeven, het is een onvervreemdbaar recht en dat wij langzamerhand die mindshift al aan het maken zijn van dat niet zo is. En het is een heel groot recht. Ik zeg heel vaak in discussies, hè, vervang nou als je argument niet het woordje privacy door het woordje martelen. Hoe vaak gebeurt het nou dat je wordt gemarteld? En dan zou NS1 zo meteen een grens overgaan. Weet je, dat zouden we absoluut niet tolereren. En het maffe is, dat martelen is mag niet op basis van een contract tussen jou en de overheid. Maar privacy, of het recht op persoonlijke levenssfeer, is niet tussen mij en de overheid, maar het is tussen mij en de overheid en mij en de rest van de wereld. Dus ik mag eerder gemarteld worden dan dat ik het recht op privacy heb. En toch zie je natuurlijk bijna dagelijks dat het recht op privacy gewoon teniet worden gedaan. Dat vind ik wel heel problematisch. Ja, maar het besef is er blijkbaar niet. Want er zijn zoveel mensen die zeggen van privacy, ja, ik heb niks te verbergen. Ja. Dus blijkbaar is het totaal nog geen besef van dit probleem. Maar het grappige is, als je dan meteen eroverheen een vraag stelt en vind je dat de overheid goed omgaat met de ICT, nee. En dat is natuurlijk het gebrek aan denkproces. Wat ik zit te denken is dat we komen allemaal jonge schulden waren, zeg maar, en je betaalt in de zet van privacy. Je ontwikkelt privacy dus pas in de loop van de tijd. Dus ik denk dat er ook een stuk opleiding en opvoeding ook een rol speelt. Nou, ik denk dat u daar heel scherp in bent. Want we hebben natuurlijk, tenminste ik heb het eigenlijk op de lagere school, middelbare school niet gehad. Ik heb daar niets over gehoord. En is het zo dat de generatie die er nu aan komt nooit privacy zal kennen? Nee, dat is dus niet zo. Dat dacht ik ook, hè, maar vorig jaar een keer een lezing op de Hogeschool van Rotterdam. En toen waren er opeens mensen die doen
weet het, design en anderen die maken broncode en anderen die doen communicatie. En die moesten toen een klant uitzoeken en zelf dus een project starten. En er komen gewoon 22 mensen, die jongeren, die dus zeggen, wij willen dat Brenno de Winter de klant is. En we willen met het dossier privacy bezig gaan. En aanstaande, het is voor 7 juli, komen ze het, en dat vind ik van Rotterdam heel knap, in Amsterdam bij mij presenteren. En de een die heeft een box gemaakt waarmee je algemene voorwaarden accepteert voor draadloos internet, dat we alles van jou in de gaten mogen houden. En daarna gaan we dat dus ook naar ze opsturen. Van dit en de wachtwoorden, dit, weet je wel. Dus de andere die gaat gezichten van mensen die bijvoorbeeld echt heel dom inchecken met iets, gaan ze dan dus op het Nationaal Nederland gebouw projecteren. Ze komen met de wil, de ene groep heeft een hele site met informatie gemaakt. Geencontrole.nl. Die gasten die doen hele coole dingen. Dus juist jongeren, nee, jongeren snappen het verdraaid goed. Als je, en als je dat ook leest op Facebook, wat willen ze niet? Dat de ouders vriendjes worden. Dus dat gevoel van die persoonlijke levensfeer, die leren, nee, ze snappen het heel goed. Daar word ik juist heel optimistisch weer van. Alleen, het heeft wel een ander concept. Bij hun is het concept wel anders. Maar goed, dat is, ik denk dat dat onvermijdelijk is geworden, dat we aan de herdefinitie wel toe zijn. Maar nu is het een heel erg zwart-wit discussie geworden inderdaad, tussen ik heb niets te verbergen, dus ik lever met liefde alles aan de overheid, die als ik vraag hoe ze met mijn gegevens omgaan of iets doen, nooit antwoord op vragen geeft. Dat extremisme hebben zit er bij hen niet in. Want ik vind dat vrij extremistisch als je dus er zo mee omgaat. En dat het niet, ik geef iets en ik krijg iets terug, dat niet zo is. Martijn heeft een heel goed idee. Hè? Martijn Aslander, die heeft het idee van, ik wil wel best wel een stukje privacy opgeven, maar voor elk stukje privacy dat ik vanaf nu opgeef, mag ik iets aanwijzen wat ik transparant wil hebben. En dan zouden we het eerlijk oversteken moeten doen. Dat zou nog best leuk kunnen worden. Ik voel zo aankomen dat het hem niet gaat worden uiteindelijk. Ja. Maar de gedachte van Martijn vind ik een hele goeie. Ja, gelijk opgesteld. Nou, ik vind normaal dat als jij iets van mij wilt, dat ik ook wil. Een aantal maanden geleden wilde iemand mijn legitimatiebewijs zien. Dus ik vraag waarom. En dat ging mij niets aan. Ik zei, nou, dan gaat mijn identiteit gaat u verder ook niks aan. Ik wens u nog een fijne dag. Ik was bij het ministerie, vlak na dat gedoe met het ministerie van Financiën. En toen heb ik ook het volgehouden. Van nee, ik heb gezegd nee met het legitimeren, dus dat doen we dus nu niet. Ik ga ook niet weg. Ik ga me regelen. Nou, toen mocht ik zonder legitimeren als gekende persoon naar binnen. Maar je kunt het wel degelijk, maar we moeten wel even leren weer onze rug recht houden. En wat minder makkelijk over mijn bovenbuurman, die heeft dat nu een beetje opgepikt. En die was een heel groot punt gemaakt van een kopietje paspoort in een hotel in Barcelona. En dat eindigde er dus in dat hij voor straf nu ook niet op de hoogte wordt gehouden van aanbiedingen. Dat is een straf die ik ook wel eens heb gehad. Hè? Dus, ja, het is gewoon af en toe even je rug recht houden en ook gewoon heel ver vragen van ja, maar wat wil je er dan mee? Nou, in het geval van de makelaar, mag die makelaar een kopie van je paspoort vastleggen? Volgens mij niet. Ik moet werken van een kopie maken. Nee, ze mogen het zelfs niet eens. Het staat ook in je paspoort. Je mag het ook alleen maar laten zien, omdat het een letterlijke verplichting is. Ja, je mag het wel laten zien, maar je mag het niet afgeven. Of ze mogen het niet eens laten zien. Nou ja, ik denk dat ze zich gaan beroepen op een wettelijke taak om zich te overtuigen van, je moet toestemming geven voor die creditcheck. Ze noemen ze ook een creditcheck. En ik denk dat ze daaraan ophangen. Ik heb wel in mijn mailtje gezet. Dat ik op aanwezig artikel 8 van de wet bescherming persoonsgegevens dat een doelgerichte verwerking mogelijk maakt, dus dat het niet langer mag worden bewaard dan noodzakelijk. Vervolgens teken je ook algemene voorwaarden en in die algemene voorwaarden staat het recht om een database bij te houden met uw persoonsgegevens. Dus elke verhuurder mag een database bijhouden met verwerking, maar er staat helemaal geen doelbinding bij, dus wat moet je daarmee?
En weer hetzelfde, we denken er niet, we zijn er gewoon niet mee bezig. Het boeit ons gewoon echt niet. Hoe denk je dat het komt dat we nog niet wakker worden? En je zegt ook, er wordt heel veel geïnvesteerd door het bedrijfsleven om het onder radar te houden, om het niet bekend te laten worden. Moet het dan nog extremer worden dan met het Westerlopen? Ik denk van wel. Moet ze echt de klauwen lopen, willen we pas echt op straat gaan? Of, ik weet het niet wat het is, want ik vind de incidenten die we tot nu toe hebben gehad, is de antwoord op. Ik denk dat we, als ik vanuit mezelf kijk, dan heb ik het idee dat er zoveel mensen zijn die er zoveel meer stupide mee omgaan dan ik, dat ik er bijna vanuit ga dat zij in het haakje zijn. Aan de andere kant is dat niet zo, want een heleboel gegevens heb ik gewoon totaal in controle. Maar dat is een emotie die bij mij is. Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind de incidenten die we tot nu toe hebben gezien, vind ik heel heftig. Weet je, als ik laat zien, bijvoorbeeld toen bij nu.nl Kassa hebben we samengewerkt aan het hacken van internetbankieren. En we konden elke vorm van internetbankieren konden bankrekeningnummers van de begunstigden aanpassen. En dat ik dan alleen maar op Twitter voorbij zie komen van, dat wist ik al een tijd. En ik alleen maar heb geantwoord, en waarom heb je er dan niks mee gedaan? Weet je, waarom heb je ons dan niet gewaarschuwd? En wat gebeurt er dan? En waarom wordt er geen publieke en politieke rol? Nou, de politieke rol zat er niet meer in, omdat we natuurlijk hadden helpen met fixen van het probleem. Dus het was gefixt toen we ermee naar buiten traden. Ja, en dan nog, dat had nou ook gewoon gebeurd. Eens, maar ja goed. Wordt er niet gewoon veel te lichtjes gedacht over al die dingen? Er wordt niet gedacht in de Tweede Kamer. Nee, duidelijk. Nee. Maar ook bij het publiek, dat we niet met z'n allen aan het veld gaan en van hé. Nee, maar dit, misschien is dit wel met elkaar verbonden. Weet je, je gaat niet 30 zetels verliezen op het moment, of 30% van je kiezers verliezen op het moment dat de ICT slecht is geregeld. Nee. Je verliest wel 30% als nou ja, verzin een willekeurig onderwerp. Maar wat. Ja, net was een beetje antwoord op de vraag van buurman. Het is natuurlijk een beetje dat de kikker in de pan met water die langzaam warmer wordt. Elk jaar wordt het privacy weer een beetje afgehapt. Maar het gaat heel langzaam. Daardoor, als alles in één keer zou gaan, dan zouden we wel de morgen wat spelen. Ja, maar het bizarre, nee, maar weet ik niet eens, want het bizarre is dat ja natuurlijk het is waar, maar het bizarre is dat we nergens meer op reageren. Weet je, als we, wat was nu weer bij de Belastingdienst, 280 miljoen zoek, of weggegooid? En dat dus niemand uit de Tweede Kamer op een gegeven moment dan ook zegt van, en waarom hebben we het, in 2002 hebben we de motie Vendrick aangenomen. In 2007 was het actieplan Nederland Open in Verbinding unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. In 2008 is er een onderzoek geweest van de Rekenkamer. Waarom hebben we daar nu helemaal niks mee gedaan? En waarom wordt de minister niet elke week naar de Kamer geroepen? Open standaard, het was toch niet gelukt, hè? Waar staat u volgende week? Of anders mag u weer terugkomen. Weet je, dat je gewoon continu blijft hameren. Dat gebeurt gewoon, het is niet sexy genoeg. Ik heb ooit een keer gehad dat ik had aangetoond dat de minister had gelogen tegen de Tweede Kamer over softwarepatenten, jaren terug. En toen zei een Kamerlid tegen me, dus ik zei van, dus de minister kan nu wel naar de Kamer komen. Ja, nee, de minister kon naar de Kamer komen. Nou, ik natuurlijk apentrots. Ik zei, dan moeten we een motie van wantrouwen. En toen kwam de volgende redenering, nee dat wordt het niet, want ik kan dit niet uitleggen. Ik zeg, hoezo kun je het niet uitleggen? Hij heeft toch gelogen? Ja, hij heeft gelogen. Waarover? Softwarepatenten. En dan komt de volgende vraag van de journalist, wat zei dat? En als je dat niet in 10 seconden kunt uitleggen, dan ben je weg. Dat is gewoon hoe het spel wordt gespeeld. Ja. Achter was de eerste. Okay. Ik denk dat ik waar je mensen zit te denken, waarom is het waarom is zo wakker uit? En het leek zich om een half miljard geld. Dus geldelijke transacties of geld te waarderen. Je hebt het over je huis en een mop. Het kan wel niet om geld. En de macht ligt natuurlijk altijd bij degene die daar het meest op zit van hebben. Snap je wat ik bedoel? Dus, wat de privacy moet je hebben, heeft het nauwelijks gemaakt.
Nou, het heeft voor mij ook wel met iets anders te maken hoor. Ik vind het ook wel leuk dat niet iedereen, in mijn geval zal het wel moeilijk zijn, maar dat niet de hele bevolking van Nederland kan worden geselecteerd op basis van een rassenkenmerk en vervolgens kan worden afgevoerd. Dat is één keer bij mijn familie gebeurd, dat was niet zo'n succes. Dus dat is mijn drijfveer, is dat je niet... En dat wij nu een organisatie aan het vertrouwen zijn, namelijk een overheid, die, en dat zeg ik niet onze overheid, hè, maar een bedrijf pleegt geen genocide, overheden wel. Dus... ik heb ze nog niet op kunnen betrappen in ieder geval. Als je gewoon hebt over Shell, maar dan kun je niet zeggen dat ze erop uit zijn om die bevolking omzet te helpen. Kijk, een van de belangrijkste dingen in de persoonlijke levenssfeer is dat het een waarborg is tegen een overheid die op een bepaald moment doorslaat. En waarom is Prism nu ineffectief? Is omdat het heel lastig is om uit een grote bak met stromende data opeens een terrorist omhoog te hengelen. Omdat we een chronisch gebrek aan terroristen hebben. Dat is gewoon echt een heel groot probleem. Daarom werkt het niet. Maar het omgekeerde werkt wel. Als ik dus nu van jou wat wil weten, en ik heb dus je gegevens, dan kan ik in één keer een enorme bak met data doorzoeken en dingen uit het verleden gaan opleveren in die een compleet verkeerde context tegenover je zetten. Dat vind ik het probleem. En het geldargument gaat wel degelijk op in de zin van, voor bedrijven is dat bijvoorbeeld een drijfveer, maar het gaat hier ook gewoon om ordinaire macht. Als, en dat heeft Snowden ook een aantal keer gezegd, als er wat gebeurt rond een persoon, hebben wij altijd nog wel een dossiertje. En er is rond iedereen een dossiertje te maken. Het hoeft namelijk niet waar te zijn, het is de interpretatie die je eraan geeft. En dat maakt het zo gevaarlijk. En daarom ben ik dus met, ik snap dat die genocideopmerking een hele harde is. Maar dat is wel in de meest extreme vorm het gevaar wat je moet vrezen. En ik leg niet mijn hand in het vuur voor de overheid die over 10 jaar er zit. Wij zijn een volk geworden dat zo extreem en grillig stemt, dat als dat volgende keer de SP 1 zetel kan halen en, of 90 zetels en beide uitslagen zijn verdedigbaar. Dus daar ben ik ook geen groot voorstander van stemcomputers. We zijn zo'n grillig land geworden daarin. Mensen doen altijd alsof wij heel netjes en bedeesd en wij maken hele grote schommelingen. Als voorbeeld nou, omdat je daarmee de zekerheid, als er opeens een briefje uit computercontrole en die wordt gezegd van nou, PVV heeft 114 zetels, ja, ik weet het niet. Maar dat kan met tellen van uw papieren ding ook misgaan. Nee, dat kan niet. Jij gaat het niet voor elkaar krijgen, nu durf ik een weddenschap om 40.000 mensen die bij het proces zijn betrokken. Zonder dat we dat in de gaten. Kijk, want we kennen dat soort experimenten uit Zimbabwe. En dan neemt niemand de verkiezingsuitslag enigszins serieus. Behalve degenen die gekozen zijn. Uiteraard, die ja. Wel. Maar het hele, dus die hele privacy-discussie, er zit veel meer dan geld alleen. Het is ook macht, het is ook. En geld en macht ook weer. Hè? Weet je, als jij Google heet, die bak met data. Om nog even een klein voorbeeldje te geven. Ik kocht mijn Nexus. Ik heb 3 dagen geslapen en opeens zegt hij aan het einde van de dag, plop, het is nu 1:50 reizen naar huis toe. Google heeft bepaald, dus ik ga nu volgende week heel benieuwd zijn, of Google door heeft omdat ik verhuisd ben. Ja, ik ga geen verhuisbrief sturen. Ik ga trouwens ook een tweede experiment doen. Ik ga niemand een verhuisbrief sturen. Behalve wat wettelijk verplicht is, dus wel in de GBA en voor mijn juridische procedures, want daar heb ik nu eenmaal nodig. En dan ga ik gewoon kijken waar de post aan komt. Ik zit in een gelukkige positie, de omstandigheid dat dat kan. Dan ben ik heel benieuwd wanneer mensen jou gaan verhuizen. Ja, Afrikaan is heel snel. Ja? En als 2 dagen, dan heb je nog gewoon... Maar die is gekoppeld aan elkaar. Ja, dan zit er zo'n briefje bij. Ja, maar dan weet je, nee, dank je, want dat wil ik dus uitzoeken van wie doet
benieuwd om, dat vind ik heel boeiend. Maar goed, u had toch een vraag, opmerking, boos? Ja. Nee, ik hoor een aantal keer beïnvloeden van zeg maar ambtenaren of politici. Ja. Maar het is niet sexy voor ze. En dan denk ik de enige manier om het wel sexy te maken is om het besef van de bevolking daar te krijgen. Want bijvoorbeeld, een collega van mij is security tester. Toch ben ik van mening. Nou, maar die heeft een avondje laten zien wat hij allemaal al kon. Nou, ik durfde bijna niet meer op internet. Omdat ik ineens mij besefte wat er allemaal kan gebeuren. Daar moet je ineens heel voorzichtig. Maar we zijn er zo verslaafd dat we toch doorgaan. En nu? Nou, ik heb bijvoorbeeld niet meer één wachtwoord voor alle accounts, maar ik heb meerdere verschillende wachtwoorden. Dat had ik daarvoor niet. Ja, wat heb je dan? Ik heb er nu veilig en gezond bij. Maar dit is het verhaal dat je 40.000 mensen die in de stemmingbureau staat, of je die moet gaan beïnvloeden, of dat je de 10 programmeurs moet gaan beïnvloeden die de stemming moeten maken. Wie denkt u nog makkelijker te beïnvloeden zijn? Die 10 man, die kan je beïnvloeden om hoe het de software heet. Als ik 40.000 man moet gaan lopen beïnvloeden zijn, misschien geen naam, hoe vind ik die mensen, hoe ben ik in zijn contact met, dat is zo'n probleem. Terwijl die ambtenaren, nou, hoeveel ambtenaren zit in zo'n bed? Ja, maar met juist dat makkelijk te raken dan 15 miljoen mensen. We krijgen gewoon niet eens goed gecommuniceerd wat de probleem van het idee is. Maar ik wil dus ook niet, en je hebt vanavond ook niet horen zeggen, zeker niet de indruk dat je dingen niet zou moeten doen of niet zou moeten gebruiken. Het enige wat ik probeer is alternatieven aan te reiken. En ik wil helemaal niet dat we allemaal kluizenaar gaan worden. Ik wil dat we de mogelijkheden van technologie maximaal benutten. Alleen, we hebben daar één redmiddel bij en dat is governance en dat is gewoon slecht geregeld. En daarom is het ook heel zielig, weet je, dat zo'n Tweede Kamer bezig is met een ICT-onderzoek. Dan denk ik van, ja, gepasseerd station, we leven al in een informatiemaatschappij. Hoe kan het wezen dat we nog gewoon geen enkele aansluit bij de informatiemaatschappij hebben? Hoe kan het wezen als een WOP-verzoek indient bij een gemeente dat per schrift en bij voorkeur per post moet, want fax, dat is toch wel te modern. Is er een land waar het wel goed is geregeld? Ja, dat is een hele moeilijke vraag zoals je nu stelt. In België is alles beter. Ja. Nee, maar je kan zeggen dat de controle wel goed gaat. Duitsland. Ik vind dat in Duitsland de basale functies nog wel redelijk functioneren. Het is nergens perfect, maar als je zegt van waar functioneert zeg maar, de rechtsstaat en de democratische rechtsorde, nog een beetje, dan is Duitsland denk ik wel vooraan te staan erin. Maar die waren ook boos over die afluisterpraktijk. Nou, dat is natuurlijk het rare, is dat wij zijn nooit heel erg daarmee bezig geweest. We vonden dat helemaal niet zo. Ik ben ook een van die burgers tegen Plasterk. En dan krijg je het voor elkaar uiteindelijk dat hij dus een paar fouten op rij maakt. Een spoeddebat in de Kamer krijgt. En dan denk ik van, weet je, op dat moment hoor je maar één vraag te stellen. Bent u nog in de regie over de inlichting en veiligheidsdiensten? Weet u nog waarmee ze bezig zijn? En als het antwoord nee is, dan dondert u maar op. Maar het ging natuurlijk over die 1,8 miljoen en was het nu wel niet en hadden ze de lijst op de kop gehouden of niet. Nou, op een gegeven moment weet je, daar word je zo, dat ging helemaal nergens meer over. Dus nee, we zijn er niet mee bezig geweest. Heb je zelf een voorlichtingscommissie? Nee. Piratenpartij? Nee. Waarom niet? Ik kan niet liegen. Nee, maar het systeem is stuk, dus wat nou de slechtste carrière move voor mij zou zijn, is te gaan werken bij een instituut waar als je na 4 jaar in de Kamer hebt gezeten, als je de 4 jaar volhoudt, je dus daarna nooit meer een baan krijgt. Maar wachtgeldregeling, ik hoor iets van 20 jaar zelf. Ja, dat wil je toch? Hoef je niet meer te werken, ik kan leuke dingen doen. Volgens mij werk ik nu en doe ik hele leuke dingen, maar ik ben heel erg gelukkig. Dus, Nee. En eventjes om heel helder te zijn, vorig jaar was ik een van degenen die ook bij de hervorming van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten heb aangestuurd op een nieuw bestuur en noem maar op. En toen werd gelijk gezegd, dan wil jij voorzitter worden. En toen heb ik gelijk gezegd, dat ga ik niet doen. En ik heb me dus ook niet gekandideerd voor het nieuwe bestuur. Dus niet.
beledigd. Nou, ik ben toch bijna. Ik ben geen IT-expert, wel gefascineerd door het onderwerp en vraag me alsof wat kan ik nou bijdragen om het wakker te schudden. Wat doe je? Wat zeg je? Wat doe je? Maar ik lees het wel wat toe. Ik ben een ondernemer en zit in de freelancer in de evenementenwereld en wil eigenlijk spreken worden in het openbaar over motivatie, inspiratie en change management. En, jij kunt hele grote dingen doen. Als je zegt bijvoorbeeld, ik maak me druk over persoonlijke levensfeer, al zou je alleen maar dat prominent maken op evenementen door bijvoorbeeld een toegangskaart te zeggen van wij verwerken niet onnodig uw gegevens. Wat nu Raven Marcus bij de Nederlandse Spoorwegen heeft gedaan met wifi in de trein, vind ik fantastisch. Namelijk heel nadrukkelijk, wij doen niks anders dan noodzakelijk om de internetverbinding tot stand te brengen. Weet je, het lijkt een hele kleine stap, maar elke Nederlander die nu in de trein stapt, wordt iedere treinreis geconfronteerd met het feit dat er kennelijk een wet bescherming persoonsgegevens is. Die vrouw heeft, zoiets kun je al, daar kun je heel veel goed mee doen. En anders, ja, nu we maar contacten, brenno@dewinter.com. Ja, dat vind ik ook wel interessant, want ik zit zelf aan een webpodcast ontwikkeling en we zien dat heel veel websites behoefte hebben aan een bepaalde identiteit van een bezoeker. En er is ook wel een debat over, is het belangrijk dat elke website, elke webshop, waar je dan ook bestelt, dat die identiteit kenbaar is of is een, alleen een adres of afleverpunt wettelijk voldoende. Als we kijken bijvoorbeeld voor het e-commerce pakken, om te zorgen dat er minder persoonsgegevens in de database worden opgeslagen. Ja, maar dat is een heel twistpunt, want je wilt natuurlijk die identiteit ook hebben om iets met vaste klanten te doen. Maar dan, kijk dan naar de RET, vind ik dan een mooi voorbeeld. Toen ik begon met de overchipkaart werd ik werd gehaat door de vervoerssector, en niet zo'n beetje ook. Ook in aanloop naar die hack zijn er heel veel dingen gebeurd, ze konden mijn bloed wel drinken. Daarna is de hele bom gebarsten, is het allemaal op een gegeven moment toch weer... ik zeg maar op de pootjes terecht gekomen, ik word nu een andere chip ingevoerd. En toen is de RET bezig gegaan met een vaste klantenprogramma, waarbij ze zeggen als we jouw data mogen analyseren om onze dienstverlening beter te maken, krijg je een mijlen cadeau. Nu opeens is dus het geven van de persoonsgegevens is voor mij een vrije keuze geworden. Zij kunnen het wel of niet inzien. En ik heb dus op één kaart, ben ik dus deelnemer aan dat programma. Nu op een creatieve en innovatieve oplossing. En op één kaart doe ik dat zeker niet. Dus dat maakt dan nog wel voor de rit even uit of het voor mij, kijk als ik naar Bonn ga is het niet heel handig dat ik overal ga zeggen dat ik ergens naartoe in de weg ben. Dus daarvoor moet je wel heel erg voorzichtig zijn. Maar dat spaarprogramma geeft dus nu ook, en ze mogen dus zeg maar de privacy schenden, nee, binnen bepaalde kaders mogen ze er wat mee. En ze doen aan klantenbinding, dus dan is het opeens win-win. Dus je kunt daar best wel dingen voor verzinnen, maar je moet er, net zoals met dat Localbox, je moet er iets positiefs tegenover zetten. Jongens, we zijn een beetje stout en we gaan iets enorm cools doen. Dus uiteindelijk komt er ook neer dat ik een vrije keuze heb, wel of niet. Ja, maar wil niet dat met de gegevens niet verwerkt worden. Ik wil dat mensen gewoon zelf kunnen bepalen of dat gebeurt. Ja. Weet je, het gaat om regie over je eigen leven voeren. En als je nee zegt, dat je niet met de nek wordt aangekeken. En in een aantal gevallen zal het nooit kunnen. In de luchtvaart zie ik dat voorlopig niet gebeuren, maar in andere dingen wel. Ik denk dat ik een beetje door de tijd heen ga. Ja, ik weet net wat zeggen. Dat kun je soms wel aan de deur. Oh, dan wel. Nou, nog één laatste vraag dan. Heb je één tip voor ons allemaal? Waarop moeten letten? Wat we niet meer moeten doen? Of ja, één tip wat je allemaal echt moet doen. Als je nou per dag 1 minuut besteed om even na te denken over privacy of na te denken over beveiliging, 1 minuutje. En daarna gaat handelen, denk ik dat je binnen een jaar een enorm goed beveiligde en toch leuk levende technische omgeving hebt. 1 minuutje. Dankjewel.